In de ballroom van Hotel Terrarica heeft op donderdag 18 november de media launch en de start van de nationale bewustwordingscampagne Met elkaar in Suriname plaatsgevonden. Dit in het kader van de wettelijke bescherming van inheemse en tribale volken in Suriname. Onderdeel van deze activiteit was de ondertekening van de overeenkomst tussen het Amazon Conversation Team en de Anton de Kom Universiteit in zaken de inventarisatie van wetgeving. Vandaag staan we hier bij de Media Launch en bewustwording, de start van de nationale bewustwording campagne in zaken de conceptwet collectieve rechten van de inheemse en tribale volkeren. Dat Suriname vandaag op dit punt is beland om de wettelijke basis te leggen voor de collectieve rechten van de inheemse en tribale volkeren werkt zeer verheugend op mij als minister van regionale ontwikkeling en sport. Dit is zonder meer een lang gekoesterde wens van deze bevolkingsgroepen, waarbij nagenoeg hun hele bestaan in Suriname is gekarakteriseerd door strijd met bloed en tranen om een menswaardig leven te hebben. Dat onze samenleving als geheel na decennia lang acties te hebben ondernomen, nu tot het besef is gekomen voor juridische erkenning en bescherming voor de inheemse en de tribale volkeren in het binnenland markeert mijns inziens als een signaal van bereidwilligheid om in collectief verband als natie te werken aan de duurzame en nationale ontwikkeling van het Surinaamse volk. Ten slotte wil ik als minister een woord van dank uitspreken aan een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van de conceptwet grondenrechten voor de inheemse en tribale volkeren in Suriname. En nu wil ik een speciaal woord richten aan de tribale volkeren. Desembelmi, Abuskonde, de Hingibala, kude sisa fumia buskonde. Tide utampo aki, matawaif taki fang. De okanisi taki wetaki. Abadi leti ude sembe umatu konde. Baka konde kai de maron. Kude hingi bala kude sisa fu. Di yuta kos bei fu fang. Fu sindwa bangi fang abadi leti u de sembefu alibase amatu konde mita pisi ya omdat di yu takros bei fu fang habari pisi kamia di de gan sembe fu feti di sadawa baka son leisi de biabi upaka ku den libi son leisi ku wata woyo sembe naman komo adipisi watafi kai tatang sondo fuhali buta bangi buta isindo meuku ifang meukenki paksi habari pisi wata di uhabi letineng lespeki mude dade gansembe fuwi dibi de afesi abifo abifo tide mita pisi ya bika utakayo sefi ahigo liba kusanang fusindo fang haba di leti fu de buskonde sembe ku de hingi bala ku sisa fuwi. Dank je wel. De commissie grondenrechten, de presidentiële commissie grondenrechten, heeft als taakstelling gehad een advies uit te brengen aan de regering over de aanpak van het grondenrechtenvraagstuk. In de commissie, de commissieleden zijn de heer Ooft, meneer Ruben Ravenberg, hij vertegenwoordigt het kabinet van de vicepresident. Mevrouw Afiankoi Siglin is ze aanwezig. Ja, ze zit daar achterop. Zij vertegenwoordigt het ministerie van Justitie en Politie. Joan Mahab Ali, vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën.
Nilton Grootvaam is vertegenwoordiger van het ministerie van ROS. Marcia Stekkel, vertegenwoordiger van het ministerie van GBB. McDonald Henry, hij is vertegenwoordiger van het ministerie van Bibis. De heer Kanhai Ganesh Kumar, hij is vertegenwoordiger van het kabinet van de president. En ik ben Patricia Meulenhof, voorzitter van de commissie. We kregen de taak om een advies uit te brengen aan de regering. Wat hebben wij gedaan als commissie de afgelopen periode? De commissie is ingesteld op 20 november 2020. En de vraag is, waar begin jij? Wat hebben we gedaan? We hebben als commissie relevante documenten bestudeerd. We hebben ook gekeken naar bestaande wetgeving. En natuurlijk het concept collectieve rechten, inheemse en tribale volken, welke ingediend is in 2020. Wij hebben dat ook bediscussieerd, we hebben het becommentarieerd, we hebben bediscussieerd en we zijn tot de conclusie gekomen dat er veel veranderd moest worden. Let wel mensen, er was al een concept. En we zijn daarmee begonnen. We zijn niet begonnen bij jaar 1, bij jaar 2 of anders zou het te lang duren. Want wat ik wil zeggen is dat verschillende regeringen, let wel, verschillende regeringen, ik kan wel zeggen alle regeringen na 1975, hebben aandacht gesteed aan het grondrechtenvraagstuk. We kennen het vredesakkoord, we kennen het Boeskonderprotocol, we kennen wetbescherming, woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale gevolken. Maar wat is er gebeurd? Er is geen uitvoering gegeven aan de afspraken, aan contracten die gesloten zijn. Er is een concept ingediend een anderhalve maand of een maand voor de verkiezing. Het is niet eens in behandeling genomen. Dus wij hebben gezegd, laten we kijken wat er al gedaan is. We zijn begonnen met het conceptwet. We zijn niet in het veld gegaan om consultaties te houden, omdat er daarvoor consultaties gehouden zijn. Ik zat eerder in de commissie grondrechten onder leiding van meester Van Dijk Silos. Wij hebben toen ook consultaties gehouden. Er zijn ook rapporten. Dus eigenlijk consultatie was overbodig van november 2020. Trouwens, de gemeenschappen in het binnenland hebben ook aangegeven, we zijn moe om te praten, we praten steeds om hetzelfde. Wat wilt u nog meer? Kom met iets concreets en laten we dan gaan finaliseren. Dus wij hebben daarom de regering geadviseerd om nog niet met de gemeenschappen te gaan praten, totdat men weet dat er iets concreets is op tafel om dat voor te leggen aan de gemeenschap ter goedkeuring, of in ieder geval om inzage te hebben. En wat is de stand van zaken nu? Er is een conceptwet, een collectieve rechten, inheemse en tribale volken, ingediend door de regering aan de Nationale Assemblee. Dus het is al bij de Assemblee. We hebben ook vaak gehoord het geklaag. Nou, laat me niet zeggen het geklaag. Mensen hebben erom gevraagd, waarom worden we niet gehoord? Waarom wordt het traditioneel gezag nu niet betrokken? We hebben gezegd van nee. Wat wij nu aan het doen is het deskundig werk, juridisch werk, moesten we helemaal uitwerken. En ook even afwachten om te kijken hoe de gemeenschap reageert op het concept. We hebben wat adviezen, commentaren ook al, en die hebben we ook meegenomen. Wanneer wij naar het traditioneel gezag gaan, dan is het de bedoeling dat zij al een beeld hebben hoe de wet eruit gaat zien. Want u weet, het is een concept. Bij de behandeling kan het nog gewijzigd worden. Kunnen nog veranderingen aangebracht worden. Maar het moet niet zo zijn dat wanneer het zo ver komt in het DNA bij de behandeling, dat we uiteindelijk een heel andere wet krijgen. Dan moet je weer, hoe ga je de mensen dan betrekken? Dus we proberen zoveel mogelijk die bewustwording te brengen bij de gemeenschap, binnen de binnenlandse gemeenschappen en ook hier in Paramaribo. En daarom hebben we ook met de consultant, STAS, gewerkt om ons te helpen met die awarenesscampagne. In de afgelopen jaren hebben we dat gedaan met carteren. Waarom was carteren belangrijk voor deze gemeenschap? Carteren is belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Je geschiedenis kennen, weten hoe de resources gebruikt moeten worden en hoe verder. Dus ACT heeft sinds het begin af aan low profile geholpen bij dit proces.
dit proces waarbij kaarten een instrument vormden voor onderhandelingen. Vervolgens zijn we verder gegaan. We hebben ook een evolutie gehad in de organisatie. We zijn gestart met nog meer aandacht te geven aan governance, het bestuurlijke. Op het moment zijn we bezig werkgroepen samen te stellen met relevante partners, om straks, wanneer die wet is goedgekeurd, ook zo ver te zijn dat de mensen, de instituten en de structuren op dorpsniveau en regionaal inhoud kunnen gaan geven aan wat van ze wordt verwacht. Nou, als financier zitten we vandaag hier, deelfinancier, want ik denk niet dat ACT alles betaalt. De overheid is een belangrijke financier in deze. Om te ondersteunen dat dit proces vlot wordt getrokken. Mediacampagne geleid door de STAS onder auspiciën van de presidentiële commissie heeft dat werk gedaan. Dus inhoudelijk helemaal onafhankelijk van de ACT, dat wil ik hierbij benadrukken. Dat hebben we dus toegekend en dat hebben we dan formeel middels een samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van ROS gesloten eerder dit jaar. Inmiddels hebben wij kunnen ondersteunen dat een selecte groep vanuit het parlement voor een studietrip is geweest naar Colombia. En vandaag, zoals onze vorige spreker aangaf, de raamwet zal het noodzakelijk achten dat er een legio aan nieuwe wetten worden gemaakt en bestaande wetten worden herzien, aangepast, zodat er goede synergie ontstaat. Ook in dat proces willen we onze bijdrage leveren. En tenslotte wil ik aangeven dat, omdat wij altijd al met carteren bezig zijn, we zeker gaan lobbyen dat we daar een bijdrage aan mogen leveren in de naaste toekomst. Ik wil de commissie, de presidentiële commissie, STAS, het ministerie van ROS, alvast feliciteren met dit moment. En de media vragen dat we dit breed uitmeten. De producten die u straks gepresenteerd gaat krijgen, het is van belang dat iedere burger begrijpt dat het gaat om een nationale zaak. We willen stevige debatten tegemoet zien in het parlement, waar men rationeel gaat praten en werken naar een sterke wetgeving. Dank u wel. Het gaat in ieder geval om dus, het grondrechtenvraagstuk van de inheemse en tribale volkeren. Dat, waarover we decennia lang praten. En het heeft meer een beschermende rol naar de mensen in het achterland toe, met name de inheemse en tribale volkeren. En wat zal men eigenlijk allemaal op deze website kunnen verkrijgen aan informatie? Wat zal deze website eigenlijk betekenen voor deze volkeren? Ik denk dat het niet zozeer gaat om een website hoor. Maar meer de informatie, de bewustwording naar de mensen toe. Niet alleen de mensen van het achterland, maar de bevolking van Suriname. Zodat men geïnformeerd is waar de wet nu is, conceptwet nu is, wat het eigenlijk inhoudt en waarnaar, wat we eigenlijk verlangen, verwachten van de totale samenleving. Minister, u zei om te informeren waar de wet nu is. Waar ligt de wet en hoe lang zal deze conceptwet nog in behandeling zijn? Zover ik weet, de conceptwet ligt in DNA. Dus we wachten dus wanneer het op de agenda wordt geplaatst. Nadat de wet is geaccepteerd, ik neem aan dat het aangenomen zal worden, uiteindelijk, wat zal deze wet eigenlijk te bieden hebben? Net wat ik eerder zei, een bescherming. En dan heb je dus nog die presidentiële commissie, waarbij mevrouw Patricia Meulenhof voorzitter is. Zij zal samen bezig zijn met het bestuur van de commissie om dit alles samen met het ministerie van regionale ontwikkeling en sport, om dit alles in place. Want goedkeuring van de wet wil nog niet zeggen dat we ready zijn. Er volgt nog heel veel na dat. Hoe verder, hoe is het met bijvoorbeeld de mensen die reisconcessies hebben in het binnenland? Hoe pak je dat aan? Want je moet de mensen beschermen. Concessies zijn gegeven door de overheid. Dus je kan niet op een gewoon opstaan en aangeven van oké, de wet is aangenomen en einde dienst. Nee, die begeleiden naar de mensen toe.
En de mensen ook, wanneer het gaat om het traditioneel gezag, ook informeren nadien hoe eigenlijk dit alles te werk zal gaan. Zijn de mensen van de inheemse en tribale volken ook bij betrokken tijdens deze lunch? Ja, zeer zeker. Ze zijn geïnformeerd. We hebben dus werk van gemaakt. We hebben een directoraat duurzame ontwikkeling inheemse en duurzame ontwikkeling Afro-Suriname. Waarbij ook via het directoraat informatie wordt gegeven aan de mensen. Zoals hoe zit het daarmee, hoe zit het met de wet. En zodra we naar het binnenland gaan, nemen we iemand van de commissie mee. Zodat we dus alle informatie kunnen geven. Maar met vandaag geven we dus een start zijn, zodat we echt wel beginnen landelijk, niet alleen in het binnenland, maar ook de rest van Suriname. En hoe lang zal deze campagne duren? Ik denk dat het eigenlijk werkt naar de goedkeuring in DNA toe. Wat is uw boodschap tot slot, minister, aan deze mensen die eigenlijk problemen hebben net wat u zei? Feitelijk wil ik heel kort aangeven dat ze zich moeten... Ze wonen al in stamverband, maar eenheid, dat is sterk. Eenheid maakt macht. Laten we niet kijken wat ons uit elkaar haalt, maar laten we juist kijken wat ons bij elkaar brengt. En als je dat voor ogen hebt, weet ik zeker dat we het samen kunnen redden.